Uit het rapport blijkt dat de mensen zonder beschermingsmateriaal, zonder testen, zonder opleiding, zonder mobiele testteams, zonder uw ondersteuning op het veld moesten werken. Hè? En daardoor zijn er bandtoestanden ontstaan. De bedoeling was om dat bloot te leggen. En ik vind het zeer chockerend dat u in plaats van de hand in eigen boezem te steken, dat u uw vinger wijst naar het zorgpersoneel. Ik hoop dat u begrijpt, meneer de minister, dat de mensen uit de woonzorgcentra en de andere Vlaamse sectoren zich echt wel heel erg in de kou gezet voelen. Zij krijgen vandaag nog niet het respect dat ze verdienen. Ze hebben nog geen zicht op welk budget dat hun sector gaat versterken. Meneer de minister, wat ze van u gekregen hebben, dat was een sneer. Naar aanleiding van de getuigenissen uit de woonzorgcentra door de ombudsvrouw, hebt u niet uw hand in eigen boezem gestoken? U hebt met de vinger gewezen naar het personeel en de directies van de woonzorgcentra. En dat is schaamtelijk. Wij komen ons woord na. En wij komen ons woord des te meer na, omdat inderdaad die mensen de voorbije weken en maanden, de voorbije jaren, al bijzonder hard gewerkt hebben. Zeker de voorbije weken en maanden, maar eigenlijk ook de voorbije jaren. Ook in die instellingen, mevrouw van de Kastelen, waar dat er mistoestanden zijn geweest. Maar zeker ook in die honderden en honderden en honderden instellingen die ook met uitbraken hebben te maken gehad, of niet met uitbraken te maken hebben gehad, maar in moeilijke omstandigheden hebben moeten werken en dat voorbeeldig hebben gedaan. En daarom heb ik gevraagd dat de zorginspectie zou kunnen optreden. Niet voor die honderden die dat goed hebben gedaan, maar we weten allemaal, en we zullen dat de komende week ook nog in de commissie zien, dat het kaf van het koren moet worden gescheiden. Dat er instellingen zijn waar dat het niet goed loopt en waar dat je moet durven zeggen, hier treden wij tegenop. Collega van de Kastelen. Meneer de minister, gaat u nu echt opnieuw de verantwoordelijkheden voor die schokkende verhaal die we gelezen hebben in de schoenen van het zorgpersoneel schuiven? Nee, alstublieft zeg. Wat er mistoestanden zijn, meneer de minister, en daar diende dat rapport voor, was om te kijken hoe uw beleid het gedaan heeft. Uit het rapport blijkt dat de mensen zonder beschermingsmateriaal, zonder testen, zonder opleiding, zonder mobiele testteams, zonder uw ondersteuning op het veld moesten werken. En daardoor zijn er bandtoestanden ontstaan. De bedoeling was om dat bloot te leggen. En ik vind het zeer chockerend dat u in plaats van de hand in eigen boezem te steken, dat u uw vinger wijst naar het zorgpersoneel. Dat is echt een schande. Okay.